Miro is een online whiteboard waarop je in je eentje of met meerdere mensen tegelijk kunt werken. Je kunt met een leeg whiteboard beginnen of je kunt een van de vele schablonen gebruiken die Miro aanbiedt. Ik ben Laura van MBO Mediawijs en in deze video laat ik je zien hoe je een schabloon kunt gebruiken voor de werkvorm WWW. In een vorige video heb ik al laten zien hoe je een account aanmaakt en wat de basisfuncties van Miro zijn, dus Mocht je het programma nog helemaal niet kennen, dan raad ik aan om die eerst even te kijken. Een werkvorm waar je Miro heel goed voor kunt gebruiken is WWW. WWW is een evaluatiewerkvorm waarbij je drie categorieën onderscheidt: namelijk wat werkt goed, wat werkt een beetje en wat werkt niet. Deze werkvorm helpt studenten om te reflecteren op wat er goed gaat en waar nog ruimte is voor verbetering. En tegelijk helpt het jou als docent om inzicht te krijgen in waar je misschien nog extra aandacht aan kunt besteden in je instructie. Nou, als we weer op het Miro-bord zijn, gaan we naar het knopje hier, onder de cursor. Daar zijn alle schablonen te vinden. Nou, je kunt eigenlijk in principe elk schabloon gebruiken dat je wilt. Ik ga naar, op zoek naar iets waar we in ieder geval drie categorieën kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld deze, de Quick Retrospective. Dan klik ik op Use Blank Template. Nou, je ziet hier dat er eigenlijk vier vlakken zijn en omdat we er maar drie nodig hebben, ga ik laten zien hoe je er eentje kunt verwijderen. Je klikt eigenlijk gewoon op het vlak en je drukt backspace. Um, die post-its kun je ook verwijderen door ze allemaal te selecteren, door er overheen te slepen, weer backspace te drukken en zo blijf je over met de drie categorieën. Voor de werkvorm www gaan we dus de drie vragen bij de categorie zetten. Dus je kunt dat aanpassen door op de tekst te klikken, te selecteren. En dan schrijven we de eerste vraag. Wat werkt goed? Je kunt hier nog extra uitleg geven als je het fijn vindt bij de categorie. En dan gaan we naar de volgende. Weer dubbel klikken. Dat werkt een beetje. Je kan hier weer extra uitleg geven of je kunt ervoor kiezen om het weg te halen. En dan gaan we naar de derde. Dat werkt niet. Als je het leuk vindt, kun je ook nog de lettertypes aanpassen. Dat doe je door gewoon weer te klikken op de tekst. Je kunt alles selecteren en dan hierboven kun je kiezen uit allemaal verschillende lettertypes. En je kunt het nog groter maken. Nou, in principe, als je dan klaar bent met je drie categorieën, dan kun je het bord gaan delen met je studenten en dan kunnen zij aan de gang met uh, post-its plaatsen. In dit sjabloon zijn al post-its gegeven, dus die kunnen ze slepen. Maar ja, studenten kunnen ook zelf hier in de balk links een sticky note pakken. En dan overal klikken om toe te voegen. En op deze manier kunnen jullie samen aan het bord werken. Let er bij het delen overigens wel even op dat het uh, dan niet meer AVG-proof is, dus dat het wel belangrijk is dat de school dan een verwerkingsovereenkomst heeft. Voor meer ideeën over werkvormen kun je terecht op onze website mbomediawijs.nl naar de werkvormen tool. En voor nu wens ik jullie veel plezier met het gebruiken van Miro in de les.